Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Kafuras en vandaag een nieuwe video van Pro vs Pro op Clash Royale. Ik heb hier heel veel zin in en vind ik nog steeds leuk, laat zeker een like achter. Ik zit op mijn account en we hebben Ronnie tegen Sjoerd. Sjoerd, natuurlijk een van de betere spelers op dit moment bij de nieuwe meta. En hij heeft het vorige video heel erg goed gedaan en hij heeft gewoon Mr. Phoenix uitgeschakeld. En hij gaat het nu opnemen tegen Ronnie en dat is de beste speler op dit moment van onze Dutch Corps Clan. Die hij ook sowieso kan gaan joinen. Dus ik vind het heel erg vet dat Ronnie, ja, die vertegenwoordigt zeg maar Dutch Corps. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En wij gaan even kijken dus of Ronnie het kan gaan winnen van Sjoerd. Het eerste potje is begonnen. Sorry, die Royals die werkt even niet mee, die leaderboard. Maar in ieder geval, Dutch Corps dus, is Ronnie op dit moment de beste speler. En Sjoerd heeft net Mr. Phoenix uitgeschakeld. Iemand waarvan ik dacht dat hij nooit eruit zou gaan. Dus het zijn twee hele goede spelers. En we gaan kijken. Nogmaals dus, Sjoerd heeft de E-Barbs geband. En dat deed hij waarschijnlijk omdat hij niet wist wat hij moest bannen. Dus dan heeft hij maar de E-Barbs geband. En Ronnie heeft de Graveyard geband. Dus er mag niet met Graveyard gespeeld worden. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen. Waarschijnlijk wil Ronnie niet tegen Graveyard komen. Dus waarschijnlijk heeft hij daarom Graveyard geband. Sjoerd speelt met een Lavehond Goblin Hut dekje. En het zijn dus Goblin Hutjes die nu gebruikt worden door beide spelers. En dat is ook wel een hele goede kaart op dit moment. En Ronnie speelt ook met Lavehond. Dit is mega ziek. Ze spelen misschien wel met hetzelfde deck. Ik ben echt heel erg benieuwd, moet ik heel eerlijk zijn, in Ronnie. Kijk, ik weet dat Sjoerd goed is. Ik weet ook dat Ronnie goed is. Maar ik ben heel benieuwd hoe goed Ronnie is. Want hij is natuurlijk, ja, hij staat altijd heel erg hoog. Heeft ook een mega hoog PR. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe hij dus ook echt is in friendly battles. Vroeger was hij mega goed. Maar ja, de tijdje is ook niet meer gespeeld. En nu was hij weer begonnen. En hij was er nu echt klaar voor, zei hij. Dus daarom ben ik ook gewoon, ja, ik ben oprecht heel erg benieuwd naar hoe Ronnie dit gaat doen. Maar ze spelen dus allebei met Lavelte. De Fly Machine van Sjoerd Connect. En staat nu 150 damage voor op Ronnie. Dat is natuurlijk niet al te veel. Ronnie speelt met Barbaren. En je weet niet of Sjoerd met Barbaren speelt. Misschien is de laatste deck van Sjoerd ook Barbaren. En dan heb je, oh, wat een mooie Mega Minion van Ronnie. Wat een mooie Mega Minion van Ronnie. Predict de Mega Minion van Sjoerd. Dat heeft hij goed gedaan. En ik denk dat het dezelfde decks zijn. Ik denk dat de laatste kaart van Sjoerd Barbs is. En de laatste kaart van Ronnie Arrows. En Sjoerd zegt ook wel played door die Mega Minion natuurlijk van Ronnie. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen. Sjoerd heeft wel één elixir meer. En is dus heel klein beetje in de voordeel. Maar hij heeft wel veel meer damage genomen. Sjoerd zet zijn hutje daar neer. Ik denk dat de reden daarvoor is. En oeh, dit is wel voor mij wel vervelend, of niet? Nee. Ik wil even zeggen, misschien gaan die goblins van Sjoerd die hut van Ronnie hitten. Maar dat is niet het geval. En Sjoerd zet hem daar neer, zodat de Lavehond natuurlijk naar dat hutje gaat. Dus dat is mooi gedaan van Sjoerd. En Ronnie denkt van, ja, goed idee Sjoerd. Ik kopieer dat eventjes. Beide spelen dus echt met hetzelfde deck, denk ik. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Babydraak voor beide achter de Lavehond. Nu pas de Fly Machine van Ronnie. En je ziet ook dus dat de Fly Machine van Sjoerd iets eerder kwam. Mooie prediction. Oh nee, niet. Toch niet. Ik dacht een mooie prediction van de hut. Maar die pakt helaas niet de miner op van Sjoerd. Daar arrows, heel veel goblins gehit van Sjoerd. Maar Sjoerd komt nu flink in aanval met de Lavehond. Die wordt, als het goed is, tegengehouden. Ja, die wordt tegengehouden. En oei, daar moet Ronnie met een verdedigende miner komen. Dat is natuurlijk iets wat je niet graag wilt doen. Maar het was echt even nodig. Maar gelukkig heeft Ronnie het goed verdedigd. Er staat nu 600 damage voor op Sjoerd. Wel staat Sjoerd 2 elixir voor een arrows prediction. Nou, een soort van prediction. Een arrows op die goblin hut voordat de goblins er nog uitkwamen. En een babydraak nu. Dat is wel even jammer voor Ronnie. Ik wou net zeggen dat hij de babydraak gooit. Dus daarom komt hij ook met Lavehond. En Sjoerd komt ook met Lavehond. Mega Man van Sjoerd op de Lavehond van Ronnie. Een prediction probeerde Sjoerd met die hut. Maar die hut houdt alleen de Lavehond tegen. En de miner is aan het chippen. Die is aan het chippen. Wel zit de Lavehond van Sjoerd ook op de toren. 334 heeft Ronnie nog nodig. En het is inderdaad dus ook een mirror matchup dat we al gezien hadden. Fly Machine neer van Sjoerd. Sjoerd staat er nu wel prima voor. Mooie Mega Minion van Sjoerd om de Fly Machine te beschermen. Hele goede Mega Minion van Sjoerd. Maar nu gaat Ronnie wel in de aanval. Gaat hij het allereerste potje pakken? 2-12, 80-24. Ja hoor. Het allereerste potje heeft Ronnie gewonnen met dus een mirror matchup. En ik ben zo bij jullie terug bij potje nummer 2. Tweede potje is gestart. We hebben Sjoerd en Ronnie weer tegen elkaar. Ronnie aan de onderkant
EA's. Ronnie maakt gelijk zijn punt waar dat hij een waardige tegenstander is voor Sjoerd. Want hij wint het eerste potje. En Sjoerd die gaat nu ook even achter zijn oren krabben. Denkt van oké, Ronnie is wel een serieus tegenstander. Ik moet echt even mijn best gaan doen. En Ronnie begint met Skelly's in de back. Zal die Hogwarts 2.6 spelen? Ik denk niet dat Ronnie X-Bow speelt. Volgens mij speelt hij echt nooit X-Bow. Hij speelt Goblin Barrel. Oké. En Sjoerd heeft daarvoor een Barbarian Barrel neer. Dus dat is een beetje jammer voor Ronnie. En Sjoerd speelt met een Fly Machine. Ik denk dat hij weer Lavond speelt. Dat zou heel goed kunnen. Fly Machine natuurlijk wel meestal wel een Lavond deckje. Ik zou niet echt weten wat je anders met een Fly Machine zou moeten doen. En een Poison neer. Dus ik denk dat dit Lavond Poison Miner is. En Ronnie speelt met een goedkoop Cycle deckje. En dat is natuurlijk wel een heel erg voordeel voor Ronnie. Dat natuurlijk Sjoerd. Hij heeft wel de Barbarian Barrel. Dat is wel vervelend voor de Goblin Barrel. Maar wat Sjoerd niet heeft is een snelle cycle. Hij heeft wat dure kaarten. Een 4 elixir babydraak. Fly Machine. Een 4 elixir poison. Gewoon wat duurdere kaarten dan Ronnie. Dus Ronnie kan die druk flink zetten op Sjoerd. Waar Sjoerd wel in het voordeel gaat komen is bij dubbel elixir. Als hij rustige push kan opbouwen. Een poison op verdediging. Ja, hij kon niet echt iets anders. En Sjoerd zegt al good game. En hij staat ook achter in elixir. En Ronnie verrast. Ik moet eerlijk zijn, verrast mij wel. Want Sjoerd is echt op dit moment een van de beste spelers van deze meta. Heeft gewoon Mr. Phoenix, die volgens mij een 6 of 5 winstreak had, heeft hij gewoon helemaal gepakt. En staat nu het tweede potje ook achter. Wel moeten we Sjoerd zeker niet uitsluiten. Want natuurlijk in dubbel elixir gaat Sjoerd het voordeel krijgen. En oh, mooie guards van Sjoerd. Goed gezien dat die aan één kant kwamen. En helemaal geen damage voor de Goblin Barrel. En waar Sjoerd sowieso ook. Waar Ronnie sowieso ook. Een mooie log trouwens ook van Ronnie. Waar Ronnie sowieso rekening mee moet houden. En die speerkobold gaat de prinses killen. Waar Ronnie rekening mee moet houden is natuurlijk straks die push. Die Lavond push. Want Ronnie heeft nou niet echt hele sterke. Ja, dit gaat Sjoerd sowieso zien. Inderdaad. Oh, en hij wacht ook eventjes heel. Heel mooi op die Skeleton Barrel. Dus eigenlijk had Ronnie daar geen hoge moeten doen. Want dan had hij niet kunnen wachten op de Skeleton Barrel. Heel mooi gespeeld van Sjoerd. Maar Ronnie heeft natuurlijk wel weinig air defense. Dus ik denk dat de Rock. Het is de laatste kaart. Maar het kunnen ook arrows zijn. Maar daarmee wil ik wel zeggen dat als Sjoerd er voor elkaar krijgt om een goede Lavon push op te bouwen, dan kan. Het is een bomtoren. Ja, dan heeft hij helemaal weinig tegen air. Dan heeft hij letterlijk alleen de Prinses en de Dark Goblin. Dan ja, kijk, daar komt. Dit gaat heel gevaarlijk worden voor Ronnie. Dit gaat heel gevaarlijk voor Ronnie worden. Hij heeft geen. Het is een Golem deck. Wat? Oké, het is een Golem deckje. Dat is misschien iets chiller voor Ronnie. Dat het een Golem deckje is en niet een. Lavon deckie, want hij heeft natuurlijk de bomtoren. Die werkt gewoon veel chiller tegen een golem dan tegen een Lavon. Daar log pakt alle goblins mee. Maar nu zet Ronnie. Nu zegt Sjoerd de druk. En ja, kijk, dit bedoel ik. Ronnie heeft weinig voor air. Dus hij moet nu komen met een verdedigende Skeleton Barrel. Maar daar gaat zijn win condition ook. En nu heeft ook onderhand Sjoerd meer elixir. En hij heeft meer damage. Wel komt nu de prinses. Gaat hij hem loggen, die guards? Nee, gaat hem niet loggen. Goede keuze. En nu gaat Ronnie met zijn Goblin Barrel komen. Maar dan heeft natuurlijk Sjoerd rustig de Barbarian Barrel weer een cycle. En nog maar 483. Nu moet Ronnie de druk hoog zetten. Anders gaat hij het verliezen. En hij heeft nu alweer een nieuwe Goblin Barrel. Ongekend snel. Maar verdedigd. Oeh. Sjoerd probeerde te verdedigen. Hij kwam ook wel terug. Het was dus een Golem deckje. En daar had denk ik Sjoerd wel een beetje een nadeel in. Want als hij een Lavond deckje had, dan had hij dit denk ik beter kunnen spelen. Want dan was die bomtoren een stuk minder effectief ook geweest. Maar het tweede potje is weer gewonnen door Ronnie. Want ja, ik ben er toch wel verrast mee door. Ik zal nog even naar het profiel van Ronnie helemaal laten zien. Dit is zijn profiel. Vorig seizoen is hij 1817e geworden van de wereld. Heeft ook 20 winst gehaald en heeft een 7.7k. En dit is Sjoerds profiel. Staat op dit moment 440ste van de wereld. Heeft vorige keer dit gehaald. Een lagere prestering dus dan Ronnie. Heeft ook de 20 winst gehaald en heeft een 7900 per. Ja, het zijn sowieso twee mega zieke spelers. En we gaan door naar misschien wel het laatste potje. Mocht Ronnie deze winnen. Mocht Sjoerd deze winnen, gaan we natuurlijk gewoon door. En ik speel sowieso hier potjes daarna. Dus je kan lekker niet aan de lengte van de video zien wie er gaat winnen. Maar Sjoerd aan de onderkant weer. En Ronnie aan de bovenkant. Ronnie weer met Skellies. Speelt hij weer hetzelfde deck. We gaan het snel genoeg zien als hij nu met een prinses komt. Of met een Barbarian Barrel. Of met een Skeleton Barrel. Dan weten we het. Maar nee, een Rock Rider. Ronnie switcht zijn deck. Gaat Sjoerd ook zijn deck switchen? Hij wacht. En inderdaad, hij switcht ook zijn deck. En dat is wel leuk. Beide spelers spelen met drie verschillende decks in de eerste drie potjes. Dus dat is leuk. Ronnie speelt inderdaad met zijn Hogwarts 2.6. Dat zei ik het vorige potje al toen ik die Skelly zag. Oh nee, hij speelt niet met Hogwarts 2.6. Hij speelt met een deck waar Sjoerd echt mega goed mee is. Sjoerd is echt mega sterk
met Hogwider Firecracker. Daar is Sjoerd echt mega sterk mee. Maar daar speelt Ronnie dus nu mee. En Sjoerd speelt met Baby Draak, Barbarian Barrel, weer een Golem deck zou kunnen. Ik ben heel erg benieuwd. Sjoerd, wacht even af. Daar komt de Goblin Hut. En daar is de Earthquake van Ronnie. Hij gaat gelijk in de aanval. Geen Hogwider hit. En was dit een overcommit van Ronnie? Nee, waarschijnlijk niet. Want Ronnie heeft nu alsnog evil elixir. En heeft een Firecracker op het bord. Wat is het deck van Sjoerd? Ik heb dit deckje nog nooit gezien. Ik denk dat dit een Golem deckje is. Maar ik weet het niet zeker. Een healer. Oh, dit is het deckje waar ik heel slecht tegen ben. Dit is een healer elixir Golem deckje. En Sjoerd pakt de healer battle healer elixir Golem combo. Een hele sterke combo die wij niet al te vaak gezien hebben in Pro vs Pro. Dus ik ben heel benieuwd hoe Sjoerd dit gaat doen. Een mooie nedel van Sjoerd net op tijd. En killt de Hogwider zonder hit. Goed verdedigd van Sjoerd. Wel staat Sjoerd nu 700 damage achter of 650. Maar natuurlijk heeft Sjoerd die elixir golem waar hij een hele zieke push mee kan opbouwen. U weet het nooit. Net dacht ik ook dat Sjoerd met Lavot speelde. Speelde hij er niet mee. Maar ik denk wel dat het elixir golem deckje is. Want ja, battle healer spelen mensen eigenlijk alleen maar met elixir golem. En kijk, daar gaat Ronnie in de aanval. Hogwider via de linkerkant. Die gaat langs de hut. En een pre-log op die mini-pack aan een hele, hele mooie nedo. Echt, daar moet ik eerlijk in zijn. Een zieke, zieke nedo. Ik dacht even dat daar GG zou zijn voor Sjoerd. Maar Sjoerd ruimt het heel erg mooi op met een nedo. Pakt zowel de Hogwider weg van de toren als de mini-pack weg van de toren. Heel erg sterk gespeeld van Sjoerd. En daar een late Golem. Oké, dit had ik niet verwacht van van Ronnie. Ronnie besluit gewoon volledig de druk te zetten. En pakt een extra Hogwider hitje door middel van die Earthquake. Ik had die waarschijnlijk nooit ge-Earthquake. Maar ja, het heeft wel goed uitgepakt. Want nog maar 1349 damage op de toren van Sjoerd. Sjoerd begint nu eindelijk met zijn Elixir Golem. En ik had dus toch wel gelijk. Gaat Sjoerd in de Elixir Golem pushen? Of gaat hij een lane switchen? Hij wacht. Hij gaat niet met zijn Hogwider komen. Een nedo op die Firecracker. Firecracker is neer. En dit is een hele pijnlijke aanval. Voor een pijnlijke push, sorry, van Sjoerd. En ik denk dat Sjoerd het gaat winnen. Wel gaat Ronnie natuurlijk nu heel wat elixir krijgen door die elixir golem die nu doodgaat. Maar die healer blijft de hele push continu healen van Ronnie. En die Inferno-draak is, of Electro-draak is heel moeilijk te killen voor Ronnie. Omdat Ronnie heel weinig air heeft. Daar is de Elixir Golem. Maar die leidt niet de Baby-draak af. Wel gaat de Elixir Golem in de aanval. En moet je kijken. Sjoerd heeft zijn hele push. Of zijn hele push. Zijn hele achterstand volledig goed gemaakt. En staat nu ook gewoon voor. Hij verdedigt de Hogwider perfect. En nu moet Ronnie gaan log. Heeft hij de log in cycle? Hij heeft de log in cycle. En ik denk, oké, het staat nu weer gelijk. Dit is echt een mega zieke pro. Sjoerd is volledig teruggekomen van zijn achterstand. En nu moet Ronnie iets doen. De vorige keer zette hij geen druk op die elixir golem. En dat werd hem bijna vertaald. Dus nu doet hij dat wel. Maar een nedo killt heel rustig die Hogwider. Wel kan Ronnie nu chippen met zijn firecracker. En nu heeft de tegenstander Sjoerd dus geen nedo meer voor de bats of voor de firecracker. Dus dat is chill. Een prediction op die Barbarian Barrel. Maar helaas kon Ronnie dit niet stoppen. En nu komt er een gevaarlijke push aan. Een hele zieke nedo weer van Sjoerd. Dat doet Sjoerd toch wel echt heel erg ziek, jongens. Die nedo's om die firecrackers steeds te killen. Een vuurbal nu op de firecrackers. Sjoerd houdt niet van de firecrackers. En die healer, jongens. Die battle healer. Die sterft maar niet af. En die blijft die baby draak maar healen. Wel gaat nu Ronnie weer extra elixir krijgen van dus die van die elixir golem. Maar nog maar 300 op de toren. Daar komt de Hogwider. Ronnie heeft het gehad. Die is er klaar mee. Gaat nu kijken of hij er doorheen kan komen met de Hogwider. Maar dat lukt niet. Nog maar 228. En daar komt weer een elixir golem. En Ronnie komt met de firecracker. Hij moet binnen 16 seconden. Moet hij dit afmaken. Maar dit, ja, dat gaat niet lukken. Want hij moet nu heel veel damage gaan doen. Binnen 10 seconden. Hij kan misschien nog komen met zijn Hogwider. Maar nee, de elixir golem van Sjoerd gaat het afmaken. Hele goede comeback van Sjoerd. En het staat nu 2-1. Ronnie heeft geen 3-0 kunnen maken. En we gaan zo door naar potje nummer 4. Sjoerd heeft zich echt heel sterk gepakt daar in het derde potje. En staat nu nog wel natuurlijk nog 2-1 achter. Dus Ronnie kan het nog steeds afmaken als hij dit potje wint. Ik ben heel benieuwd naar de deck. Sjoerd speelt weer een ander dekje. En heeft nu 4 verschillende dekkies gespeeld. Ronnie speelt deck. Oh, mooie log trouwens. Perfect getimed. Ronnie speelt misschien wel hetzelfde dekje als in potje nummer 2. Waarin hij speelde natuurlijk met de, ja, kijk, met een logbait dekje. Hij speelt weer met logbait. En Sjoerd speelt met een
Skeleton Barrel Bomtoren Night deckje. Dus gewoon een Skeleton Barrel Cycle deckje. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Waarschijnlijk heeft Sjoerd wel een Log of een Barbarian Barrel in dit deckje. Dus dat is vervelend voor Ronnie. Daar is de Miner. En daar gaat Ronnie de druk zetten met zijn Skeleton Barrel. We gaan zien wat Sjoerd daarvoor tegen heeft. In ieder geval de bets. Die Skeleton Barrel gaat de bets killen. En hey, Sjoerd heeft een apart deckje. Hij speelde met een Dart Goblin. Hier heb ik wel eens om gevraagd. Ook in de Dutch Corps eSports groep. Waar Sjoerd ook in zit. En ik speel ook wel ongeveer met het deckje van Sjoerd. Alleen heb ik dan geen Dart Goblin erin. Wat Sjoerd sowieso heeft is een Log of een Barbarian Barrel. Dus dat zit sowieso in het deck van Sjoerd of Arrows. En dat gaan we nu ook meemaken. Het is een Barbarian Barrel. Wel mist die één Goblin. Dus dat was jammer. Dus dan kan Ronnie een beetje chippen. Ronnie heeft natuurlijk een Log tegen de Barbarian Barrel van... de Goblin Barrel van... Nee, de Barbarian... Nee, wat? De Skeleton Barrel. Zo, hallo. De Skeleton Barrel van Sjoerd. Dus dat is heel erg chill voor Ronnie. En oh, dit doet damage. Dit doet flinke damage van Ronnie. En jongens, Ronnie staat er nu heel erg goed voor. En Ronnie heeft ook hele goede counters tegen de Barbarian Barrel. De win condition van Sjoerd. Want hij heeft letterlijk een Log. Hij heeft ook nog eens een bomtoren die het volledig countert. En hij heeft ook nog eens een prinses die desnoods voor die skellies gebruikt kan gaan worden. En Sjoerd heeft eigenlijk helemaal niks tegen die prinses. Die moet hem of gaan poisonen of hij moet hem gaan mineren. Dus dat is heel vervelend voor Sjoerd. Wel moet Sjoerd denk ik onderhand gaan proberen de druk meer te zetten met miner poisons. Want ik denk dat dat de hele reden gaat zijn om die... om damage te gaan doen. En natuurlijk kan Sjoerd... Oh, mooie side barrel van Ronnie. Om één goblin leven te houden. Want natuurlijk moet nu Sjoerd denk ik meer gaan miner poisonen. Ik denk dat dat de reden moet gaan zijn van zijn damage. Want hij gaat moeilijker doorheen komen met Skeleton Barrel. Want daar heeft Ronnie gewoon Log voor. En daar heeft Ronnie gewoon bomtoren voor. Maar toch besluit Sjoerd het te gaan doen. Bomtoren neer. Bomtoren van beide spelers neer. En er wordt beide geen damage. Wel kan natuurlijk Sjoerd nu cyclen. Kijk, daar komt de cycle van Sjoerd. Sjoerd gaat nu pas beginnen met echt spelen. En gaat nu kijken of hij de druk volledig hoog kan zetten. Gaat hij een poison gooien voor chip damage op die Dark Dome. We gaan het snel zien. Ja hoor, poison is neer. Nu moet Sjoerd de Barbarian Barrel droppen. Mooie Barbarian Barrel. Maar nee, hij mist één goblin. Waardoor weer Ronnie 100 damage gaat doen. Dart Goblin in de back. Het is wel heel vervelend van Sjoerd. Want hij heeft de hele tijd die Dart Goblin en die prinses om mee te dealen. Bomtoren van Sjoerd op die Skeleton Barrel. Heel mooi verdedigd. Daar komt de Skeleton Barrel van een mooie Barbarian Barrel. Het gaat zo snel. Het zijn twee mega goedkope deckjes. En ik denk eigenlijk dat Sjoerd wel op tijd kan cyclen naar de Barbarian Barrel continu voor de Goblin Barrel van Ronnie. We gaan even kijken. Nu komt de Barbarian Barrel, de Skeleton Barrel, Barbarian Barrel, Skeleton Barrel, alles komt in de aanval. Daar een miner op de Dark Goblin. En je ziet nu langzamerhand dat Sjoerd terugkomt. 817 voor Ronnie en 1326. Weer een 100 hit van Ronnie. Een 200 hit, 300 hit, 300 hit van één goblin. Omdat die knight aan het tanken was. Dat was heel erg een hele erg kostbare miss van Sjoerd. Wat natuurlijk wel het voordeel is van Sjoerd, is dat hij kan chippen met poisons. En dat kan Ronnie niet doen. Daar komt de Goblin Barrel. Weer mist Sjoerd één goblin. En weer een paar honderd damage. En daar staat ook de prinses. Die ondertussen ook al flink aan het chippen is. Flinke push nu. Mooie skeletons van Ronnie op de miner. En daar zet de Dart Goblin ook flinke druk. Nu zet Sjoerd wel druk. Daar komt de poison om een skellies tegen te houden. Oei, nu moet hij Ronnie wel hier iets tegen doen. Heeft hij Log? Heeft hij Log? Hij heeft geen Log. Hij heeft geen Log. 1400. 1300, 300. Oh mijn god, dit is mega close. Daar komt... Oh, daar komt de miner. Miner zit op de toren. Een Log van Ronnie. Gaat hij het afmaken? Ronnie maakt het af en wint de Pro versus Pro. Oh mijn god, dit potje was ziek. Dit potje was ziek. Niet normaal, maar Ronnie wint 3-1 tegen Sjoerd. En Ronnie is de pro to beat. De beste speler op dit moment die in onze Dutch Corps clan zit. GG boys. Mega zieke potjes. En ik ga natuurlijk nog... Boys, mega zieke potjes. En ik ga natuurlijk nog eventjes één potje online spelen. Zodat jullie niet kunnen zien wat het geworden is. Ik speel nu met dit deckje. En ik ga eigenlijk best wel goed. Ik sta nu 6142. En als je even kijkt naar de top royals. Kom op, laten we wel eventjes laden, top royals. Dankjewel. Dan kunnen wij zien dat ik op een positie zit. Ik top 200. Nou, wordt heel close of ik top 200 zit. Nee, denk ik net niet. We gaan het zien. Ik zit op dit moment op 247. Ik denk als ik dit potje win, zit ik top 200. Ik zal even deze Magical Chest openmaken. Even kijken wat daarin zit. Earthquake. Hey, we hebben een Legendary. Dat is super chill. We gaan het zien. Wat is het? Wat is het? Dat is het Mega Knight. Dat is weer wat minder chill. Dan gaan we nog even de Giant Chest openmaken. Hoppatee.
dan Firecracker Common Card en Dark Goblin. Dan gaan we nu eventjes nog één potje spelen online. En dan hopelijk winnen we deze ook. Een beetje hetzelfde dekje als dus Sjoerd in het laatste potje gespeeld heeft. Maar 3-1 overwinning van Ronnie dus. En ik ben heel erg benieuwd wie in de volgende aflevering... Oh ja, ik heb al een tegenstander trouwens. Ik heb al een tegenstander voor de volgende aflevering. Ik ga het wel niet zeggen. Maar ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen tegen Ronnie. Wij hebben de Miner en Bats in de aanval. Ik ga nu even concentreren op een potje. Want ik zit dus redelijk hoog. Bijna top 200 van Nederland. Dus ik wil wel eventjes een serieus gaan spelen. Hier moeten we de Knight op droppen. Want anders gaat die Dark Prince helaas hitten. Dan is die nu dood. Dan doen we even de Skeleton Barrel daar achter. Ja, dat doen we sowieso. Dan heb ik een Poison Ready voor als hij nog een troep naast die bende dropt. Nee, Baby Draak. Ja, is wel een troep natuurlijk. Maar dat is niet een troep die ik zocht. Dus daar ga ik zeker niks tegen. Oh, nee. Dat is even balen dat die... Oh, nee. Dat die bende door ging lopen. Dat is echt heel vervelend. Ik doe nu even de Knight hier, zodat die Baby Draak afgeleid wordt. Oké, we hebben nu sowieso minder elixir dan tegenstander. Dus ik wacht nu eventjes. Ik had dat best wel duur verdedigd. En we hebben nu ook geen Knight voor zijn Dark Prince. Dus dat is ook vervelend. En sowieso, Baby Draak is echt heel vervelend met dit dekje te verdedigen. Hoe ik dat doe, ik moet de andere kant op, jongens. Ik moet de andere kant op. Hoe ik dat dan toch verdedig is met... Oh... Ah, even Baron Barrel. Ja, dat is pijnlijk. Oké, hij heeft in ieder geval geen Baby Draak nu in cycle. Dus dat is chill. Dan kunnen we even een beetje gaan chippen op die Bekka. Dan drop ik een dit hier. Dan drop ik dit hier. Dan drop ik dit hier zo. Ja. Dan hoop ik die Bandit neer. Die Bandit moet neer. Ja, die Bandit is neer. Dan gaat die Bekka ook neer. We hebben wel damage genomen. Op zich niet heel erg. Ik denk dat ik, ook al heb ik natuurlijk de rechtertoren weak, wil ik denk ik de linkertoren de druk gaan blijven zetten. Want anders gaan weer problemen komen met, gelijk druk zetten, hoppatee. Ben ik klaar, maar anders gaan we in problemen komen met dat hij gewoon met zijn Pekka gaat komen. En gewoon een mega zieke push opbouwt. Let's go, kijk, nu gaan die Skellies hitten. Want hij had de Barbarian Barrel, had hij niet in cycle. Hij zegt ook, oeps, doen we even de bats hier. En dan moet ik dit loggen, want anders doet die Dark Prince te veel damage. Gaan we gelijk de druk weer zetten, dan komt hij waarschijnlijk met zijn Baby Draak. Dan maakt mij niet uit, want dan ga ik nu gewoon de toren pakken. Snel miner. Ja, nee, niet op tijd. Jammer. Dan doe ik eventjes een knight hier met dit erbij. Doe ik bats hier zo, want dan, die baby draak is daar niet in de buurt. En dan kan ik lekker chippen op die Pekka. Dan kom ik met mijn bomtoren hier zo. Oh nee, die Pekka, waarom heb ik die laten hitten? Waarom heb ik die Pekka laten hitten? Oh, ik ben ook zo'n sukkel. Waarom doe ik dit nou? Floris, waarom doe je dit nou? Je stond er zo lekker voor. Oké, nou even rustig blijven. We kunnen dit nog gewoon winnen. Ja, even rustig blijven. Hij gaat nu gewoon op de druk zetten, want hij is bang dat ik hem ga mineren. Dus ik gooi nu in ieder geval eerst even een minertje. Als die baby draak niet in cycle, poison ik dit. Zo. Prima. Dan doe ik mijn speerkobold in de back. Dan drop ik... dit hier omheen. Doe ik dit hier zo. Nice. Dan doe ik nu weer mijn miner. Dan doe ik een knight op defense. Ja. Yeah. Moeten we een log gebruiken? Nee, hoeft niet. Dan poisonen we dit en loggen we dit. En dan hebben we dit potje lekker weten te winnen. Heerlijk potje, jongens. En we zijn gewoon weer omhoog gekomen. En ik speel dit seizoen ook steeds chiller. Want ik vind dit deck echt ijzersterk. En ik ga ook gewoon bij dit deck houden. Ik ga gewoon echt veel oefenen met dit deck. En dan wil ik kijken of ik misschien top 100 van Nederland kan eindigen. Dat zou mega chill zijn. Maar hij loopt een beetje vast. In ieder geval hebben wij wat trofeeën erbij. Super bedankt Ronnie. En Shooters voor het meedoen. Wie moet ik uitnodigen voor de volgende Pro Versus Pro tegen Ronnie? Ik hoop dat je een leuke video blijft kijken. Zie me nog een video. En tot dan, mensen.